Minister voor Medische Zorg, hoe staat het met de medische zorg in Nederland? Wat voor een rapportcijfer krijgt de medische zorg van jou? Nou, wij doen het in Nederland qua zorg natuurlijk ontzettend goed. Als je het vergelijkt met andere landen. Ik ben de afgelopen maanden een paar keer meegeweest op een handelsmissie naar China, naar India. Ja, daar liggen letterlijk de patiënten voor de deur of in de gang van een ziekenhuis. Dat is voor ons onvoorstelbaar. Maar dan kan ik me voorstellen dat je ons niet zo graag wil vergelijken met China en India. Zeker niet. Maar daar is natuurlijk de entree tot het ziekenhuis wel heel makkelijk. En wij gaan hier eerst naar de dokter en die verwijst soms door naar het ziekenhuis. Maar gaat het goed met de medische zorg dan? Ja, natuurlijk. Is het 9? Nou, misschien wel hoger. Kijk, het fijne is als we... Nou, dat kan nooit. Kan niet meer hoger, kan nooit. Nee, maar het fijne is natuurlijk als je een beroep op zorg moet doen. Ja. Ja, je bent er niet de hele dag mee bezig. Maar op het moment dat jij wat hebt, of je kind wat heeft, of je ouder wat heeft, dan wil je wel dat het goed georganiseerd is. Ja. Dan doe je een beroep op zorg. En dan moet het er zijn. En dan moet het heel goed voor elkaar zijn. Ja, en ik vind dat we daar trots op kunnen zijn. Ja. Met dank aan al die professionals in de zorg die zo dag in dag uit zich daarvoor inzetten.